allemaal. Van harte welkom op deze bijzondere dag. Vandaag is de dag van de officiële opening van jullie pop-up museum. We hebben hier een tentoonstelling van de watersnoodramp allemaal opgezet. Hier in Zierikzee heeft de watersnoodramp plaatsgevonden. Ze hebben in principe bijna alles gedaan. Van wanden schilderen tot kranten ophangen en vitrines vullen. Wel en willens is een weg, zei mijn moeder altijd. Daar hebben we wel geweten, het was heel veel werk, maar ja, het was ook genieten. Wij streven naar als school om de relatie met het eiland te leggen. Als je dan via dit initiatief ervoor kunt zorgen dat er meer aandacht komt voor musea, dat meer mensen het kunnen bezoeken. En dan ook in dit geval een museum met zoveel betekenis voor de provincie extra aandacht kunt geven. Ja, daar zijn we gewoon heel trots op. Ik denk dat een museum bij kan dragen aan inzicht in het verleden en verbanden kan leggen met het heden. En dat geldt zeker voor het Watersnoodmuseum. Ik vind het heel erg mooi dat ze Wim Schot als pronkstuk hebben gekozen. Mark staat de Ruud om en doet ze sterk kippen. Hij heeft honderden mensen toen geholpen in een paar dagen. En dat was de Zeeuwse held eigenlijk. We zijn naar een bejaardhuis geweest. We hebben allemaal ouderen zeg maar, uitgenodigd en gevraagd of ze het hebben meegemaakt. Ik was toen 13 jaar. Het is een verleden wat vooral hier in deze streek nog steeds speelt. En dan vind ik het toch wel interessant dat de jeugd daar ook bij betrokken wordt. Je leert er ook heel veel van in de toekomst. En vooral aan die foto's kun je zien dat de problemen die er toen waren eigenlijk nu nog steeds op andere delen van de wereld voorkomen. En dat is wel iets om bij stil te staan. Overgroot oma heeft de watersnoodramp meegemaakt. En als zij dit nummer hoorde, dacht zij er gewoon direct meteen weer aan. En ik dacht, hoe mooi is het nu eigenlijk om dat voor haar te doen? Want ze is onlangs overleden, om dat dan toch voor haar te zien. Aan al die objecten zit een verhaal van mensen. Hebben dat ook soms met tranen toe bewogen geschonken aan het museum. Dit is de plek waar dat terecht moet komen. Die verhalen die er weer achter zitten, die maken het heel bijzonder. 3, 2, 1.